Gorde is onlangs genadeloos uitgelachen in Vandaag in wat veel reacties heeft opgeroepen. Johan Derksen, een van de mannen aan tafel, heeft totaal geen spijt van de harde uitspraken over Gorde en vindt dat Gorde er zelf om vraagt. Het valt op dat veel media huiverig lijken om kritiek te uiten op Gorde, wellicht uit angst voor represailles. Het had schetst een beeld van Gorde vrees, waarbij mensen die met hem hebben samengewerkt of bevriend zijn geweest, terughoudend zijn om commentaar te geven. Zelfs sterren van Boulevard en Show News lijken de confrontatie met Corden te vermijden. In Vandaag in Inside werd Koorde minutenlang uitgelachen vanwege zijn valse optreden. Johan Derksen heeft geen spijt van deze actie en stelt dat Koorde er zelf om vraagt door zichzelf zo te profileren en op iedereen kritiek te hebben. Wilfred Gene begrijpt niet waarom Boulevard zich zorgen maakt over Koorde, terwijl Johan Derksen aangeeft dat Boulevard zich over niemand zorgen maakt. Ook al werd Koorde genadeloos bekritiseerd, Albert Verlinde kijkt erop terug als een leuk gesprek en hoopt dat Gordon binnenkort weer positief verrast met een fantastisch live optreden. Kortom, de meningen over de harde aanpak van Gordon lopen uiteen, maar de mannen van vandaag in site lijken geen spijt te hebben van hun optreden.